Van harte welkom, wielerliefhebbers. We gaan kijken naar een samenvatting van de tweede wereldbekermanche veldrijden van het seizoen. Ziet u daar de paraplu's? Er valt nogthans geen druppel regen uit de lucht. Veldrijden is een zomersport, op dit moment toch. Het is bloedheet in Waterloo, want daar gaat deze tweede wereldbekermanche door. We zitten in Wisconsin. En Waterloo, dat is een boerengat, daar is niks te zien, niks te beleven. Er staat wel één grote fabriek en dat is ook de reden waarom er gecrost wordt om de wereldbeker in Waterloo. Er staat namelijk een fabriek van Trek. En de mannen van Trek, dat zijn onder andere deze Corné van Kessel, Telenet Fidea, maar rijdend op Trek natuurlijk. We zagen ook Van der Haar. Deze Laurens Zweek heeft een ommetje gedaan. Die is na de vorige wereldbekermanche in Iowa even over en weer gevlogen naar Vegas voor een cross te rijden en ook te winnen. Wout van Aert, wat was dat een slechte dag zeg, in Iowa. Daar hoopt hij nu wel afscheid van genomen te hebben van zo'n slechte dag. Kevin Powels kwam naar het einde toe opzetten. In Iowa werd uiteindelijk vierde. En deze Mewsen vertrok heel snel, maar verachterde dan, zoals we dat een klein beetje gewend zijn, geraakt van Tom Mewsen. Snel in het begin en later dan doorzakken. Misschien komt er vandaag wel verandering in de snelste start. We gaan eens kijken. Wat had u gedacht? Daar de man in het wit met een beetje rood erbij. Het is Mathieu van der Poel, net zoals in Iowa. Hij de eerste bocht in. De mannen van Telenet Fidea, de mannen van Trek dus. Op 2 en 3, daar de valpartij. Benieuwd wie daarbij ligt. We zien Boros, de Tsjechische kampioen. En ook Rob Peters, en dat is balen. Voor Rob Peters, want Peters die komt hier natuurlijk om veel punten te verzamelen. Voor het UCI-klassement, dat is belangrijk. Hij staat er ergens tussen plaats 40 en 50. En de eerste 50 krijgen startrecht in de wereldbeker. Dus als je dan veel punten verliest, dan kan je er zomaar uitvallen. Kijken naar de werken van Van der Poel. Toch maar opletten jongens, geef hem geen ruimte, geef hem geen meter. Of het is al van dat. Van Kessel wil dan toch naar dat wiel. Gelukkig is er Van Kessel. Alhoewel, hij zit er nog niet op, hè, op dat wiel. Toch maar uitkijken. Hier nog eens de val in bocht 1. Het is bijzonder glad. Het heeft uiteraard niet gevroren. Dat heeft er niks mee te maken. Maar het is zodanig droog dat er veel stof ligt bovenop het parcours. En allemaal zeiden ze vooraf, net na de verkenning, dat het heel erg hard lag. En bijzonder glibberig, bijzonder twicky ook. Van der Poel heeft 20 meter. Ja, we hebben het zitten. Tju toch, het is al voorbij. Stel je voor. Wie gaat naar deze man rijden? Wie heeft de power om naar Van der Poel te rijden? Niemand, durven wij denken. Want Van der Poel rijdt op een denderend niveau rond. Goed, we gaan uiteraard de boeken nog niet toedoen. Maar dit is toch al een eerste indicatie. Daar dus Van Kessel. Chanel is ook vooraan terug te vinden. De sliert van het peloton is lang gerekt en hij neemt de bochten zoals geen ander de bochten kan nemen. En daar neemt hij telkens een halve seconde, een milliseconde. En uiteindelijk wordt dat dan een seconde, twee seconden, drie seconden en is de voorsprong een feit. Daar een lastige afdaling, die heeft ook een naam. Deze afdaling heet Junkyard Drop. Een off-camber oversteek van uit de bosrijke zone richting het volgende gedeelte van het parcours. U ziet dat iedereen daar zijn eigen lijn probeert te rijden. Het is niet makkelijk. Dan gaan we weer wat gaan klimmen. Waar zit Wout van Aert? Hier zit Van Aert en is hij aan het wiel van Wietse Bosmans. Laurens Zweek ook in de buurt. Misschien heeft hij nog wel wat dikke benen van in Vegas. En ook dit stukje is eraan toegevoegd. Vrijdag is hier al gecrossed in Waterloo, toen ook al de overwinning voor Mathieu van der Poel. Wat had u gedacht? Voor minder doet hij het niet. Drie op een rij voor Mathieu van der Poel. En toen, afgelopen vrijdag dus, zat deze klim er niet in. Die hebben ze erbij gestoken. De lopende klim van Factory Hill. Problemen daarvoor vandaan. Van Aert nu uit beeld verdwenen, die moest daar even stilstaan, keek naar de ketting, greep ook naar de ketting. Toch weer pech voor Van Aert, had er ook al last van in Iowa. Toen ook wel een geweldig slechte dag natuurlijk, maar toch ook technisch mankement. Benieuwd of hij ver terugvalt. Dit zijn de achtervolgers van Kessel. Chanel, we zien ook Powels, we zien Merlier, we zien Mewsen.
En de rest. Ja, de mannen van Telenet Fideas hebben al ingespeeld op deze thuiswedstrijd, zeg maar. Klinkt een beetje vreemd natuurlijk voor een hoop Belgen en Nederlanders. Maar het is wel de thuisbasis van hun fietsconstructeur. Deze man trekt er zich allemaal weinig van aan. Die zegt, wie niet mee is gezien. Ik ben sterk genoeg om een uur alleen te rijden. En langer ook nog als het moet springen. Uiteraard geen probleem, kan niet als de beste. Mathieu van der Poel, het fenomeen, is vertrokken. Hij is vertrokken. Hier komt dan de rest. Chanel die wipt. We zien Van Kessel, we zien Soete, we zien Vermeers, Pauwels, Meeuwsen. Daar komen ze nu allemaal aan de neus voorbij. En geen Van Aert. Hier is Sweek, daar zat hij net in de buurt. We zagen de Amerikaanse kampioen Hyde. En Van Aert dus teruggevallen. Jammer, jammer, jammer. Benieuwd of dat gaat wegen op het mentale front. Richting het einde van de eerste ronde. Hier dus alles netjes verzameld en één man, moederziel, alleen aan de leiding. De vrouwen hebben hier uiteraard ook hun tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen afgewerkt. Belgische overwinning. Hier zien we de wissel van Van Aert, was nodig. En verliest hij nog wat extra plaatjes. Van Aert moet vol aan de bak. De achtervolging. En kan nu eigenlijk al een kruis beginnen maken over zijn klassement in de wereldbeker. Want stel je voor, vandaag nog eens een minder goede uitslag. Waar ga je dat nog inhalen op deze man? Dat is bijna onmogelijk. Maar dus een Belgische overwinning bij de vrouwen. Wie anders dan Sanne Kant. Nochtans een wat mindere start voor Kant. Een paar foutjes gemaakt. En uiteindelijk wel in deel 2 naar voren geschoven. Erop en erover. En de maat genomen van Jan en Alleman. Sanne Kant is meteen ook leidster in de wereldbeker. Dikke proficiat, Sanne Kant. De wereldkampioene. Daar, belangrijk. Daar de druppeltjes, de sproeiers. Die zijn geïnstalleerd speciaal voor deze wereldbeker. Een beetje verkoeling. Wat verkwikkende druppels. En het is nodig, want het is bloedheet, zoals gezegd. In de Midwest van de States. In Wisconsin, in Waterloo. Het is om en bij de 30, 35 graden, dat is puffen, dat is blazen. Het enige voordeel dat sommigen wel hebben, is dat ze vrijdag dus al aan de bak zijn geweest en misschien al wat kennis hebben gemaakt met de hitte. Kijk naar Van der Poel. Dat is de kracht. Dat is de macht van Van der Poel. Een fluxe sprint op dat steile stuk. En de rest heeft dat ook wel in huis, maar niet zo krachtig, niet zo spetterend als Van der Poel. Hier komt de rest. Dat is met net iets minder overtuiging en dat levert dan een seconde of twee op. Hier dan het draaien. Er zit veel variatie in het parcours. Op en af, draaien, keren. Wel wat moeilijke afdalingen ook. Het is best wel een aangenaam parcours. 3 kilometer lang, behoorlijk lang ook, dat rondje hier in Waterloo. En mocht het hier nu fel geregend hebben, dan was het uiteraard een pak zwaarder nog geweest. Nu bolt het allemaal heel snel. Hier komt Van der Poel, einde eerste ronde. Daar dan de rest. Ze zijn met z'n drietjes. Al is het verschil klein, Merlier wil daar naartoe. Als een echte wegrenner op dit stuk van het parcours de sprong proberen te maken naar de drie achtervolgers. Quinten Hermans, Steve Chanel, Van Kessel. Hermans is er toch weer bij, goed van hem. Pauwels, Vermeers, Van Toernout. Tom Meeuwsen en de rest. Nu nog uitkijken naar Van Aert. Die komt daar aan het wiel van Hyde. In de buurt ook van Toon Aerts, die geen geweldige start heeft gemaakt. We zien Jens Adams, we zien Dieter van Toernout. Dat zijn in principe niet de mannen waar Van Aert het seizoen mee afwerkt. Er zit een rij of twee hoger. Doorgaans toch. We maken een sprongetje. We komen in de derde ronde terecht. En wat dacht u? Deze man springt ook overal waar hij kan. Om even het overwicht te etaleren. Wat een klasbak, Mathieu van der Poel. Hij nog altijd met de riante bonus, de riante voorsprong. Dit is de eerste achtervolger, Tim Merlier. De ploegmaat van Wout van Aert. Probeert de forcing te voeren, er komen er drie. We zien Soete, we zien Van Kessel, we zien Michael van Toernout. Hier komt Bosmans met Meeuwsen. En die kunnen voorlopig niet mee. Die moeten een gaatje laten.
Van der Poel knapt het ondertussen allemaal in zijn eentje op. Kijk, dat hoeft niet. Hij kan gewoon naar beneden rijden, maar denkt, hier staan mensen, die willen niet zien. Ik heb voorsprong, ik heb overschot. Waarom niet tonen? En daar verkneukelen wij ons aan. Van der Poel, kijk eens. Als een jachtluipaard zo snel. Door alle bochtjes en links en rechts zien we dat de mensen ook met wat water sproeien. Een fles in de hand. En als het dan even kan, gewoon over de renner gooien. Ik denk dat ze er vandaag zeker niet trouwig om zijn. Hij ondertussen weer Junkyard Drop. Naar beneden. En hij heeft het ruime gat. Het ruime sop. Mathieu van der Poel. Het is monotoon natuurlijk. Het is zelfs een tikje eentonig. Maar in de beste tijden, de beste gloriedagen van Sven Nys was het idem dito. Dus we kunnen er niet tegen zijn dat er iemand zo sterk is. De rest moet maar beter worden. De rest moet maar proberen een antwoord te vinden op het overwicht op de overmacht van der Poel. Hier zij ook in Junkyard Drop. U ziet dat het balanceren is. Voetje uit het klikpedaal. We zien ook Iserbit opschuiven. Niet slecht, want die heeft ook al wat pech gekend. De voorbije crossen, Eli Iserbit. Ook in Iowa niet echt uit de verf gekomen. Hier dus Merlier. Die we ook niet in de top 10 zagen in Iowa. We zien dus wel wat andere namen. Van Kessel. 12e in de eerste wereldbekermanche. Nu dus helemaal vooraan. Daan Soete, 11e. Ook helemaal vooraan. Kleine hergroepering hier. Is dat Pauwels? Ja, dat is Pauwels. Hier dus Iserbit. En daar Wout van Aert, de wereldkampioen. Heeft getracht om zijn goede benen terug te vinden. Geprobeerd om wat rust in te bouwen de voorbije week. Maandag vanuit Iowa naar Waterloo gekomen. Was een halve rustdag dus. Dinsdag een beetje joggen gedaan. Ook een duurtraining ingelast. Woensdag stond de sprinttraining op het programma. Donderdag opnieuw joggen. Parcoursverkenning gedaan hier. Vrijdag niet gecrossed. Enkel wat losgereden. Was er niet bij toen Van der Poel won. En ook gisteren enkel wat losgereden. En dus hoopt hij vandaag de frisheid opnieuw te vinden. Van Tournaut moet hij daar lossen. Moet hij daar een gaatje laten. Heeft daar Bosmans in de buurt. Voorlopig alles hier op een zakdoek van elkaar. Dat betekent dat Van Aert toch nog aan opschuiven kan denken. Deze man bijhalen. Dat wordt een schier onmogelijke opdracht. Van der Poel op weg naar overwinning nummer 4 van het seizoen. Ook daar voorwiel even opheffen. Geen enkel probleem. Het is allemaal met het grootste gemak. Hier de wippers. En ze zijn met velen. Er zitten geen lopers meer tussen. Het zijn allemaal wippers geworden. Ook Iserbit. Kijken naar Van Aert. Oei. Dat was zeer nipt. Van Aert bijna ten gronde. Kom daar maar ternauwernood corrigeren. En dan moet je toch stellen, als je alle andere mannen zag wippen, dat hij technisch voorlopig het minst uit de verf komt. Daar is iets gebeurd. Daar staat er eentje stil. Die moet dan de pits in. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, want er wordt bijzonder weinig gewisseld hier, tenzij je mankementen hebt. Het is, even kijken, het is Sweek, het is Laurens Sweek. De Lau zit met Vodde. Winnaar deze week nog van de Cliff Bar Cross in Las Vegas. Een van de weinige Belgen die over en weer is gevlogen. Problemen nu ook nog met de schoen, dit gaat tijd kosten. Hij mag het schudden, want het gaat veel en veel te snel op dit parcours. En het blijft maar duren. Dat is getaffel. De schoentjes toch weer aangedraaid en weggezien. Sluit daar ergens in de achterhoede aan bij een man of twee daar. Wil hij zeker niet binnendraaien? Nee, hij schuift gewoon onderuit. Dat is wat we daarnet zeiden. Na de verkenning, de meesten die het bijzondere link vonden. Vanwege een lange droogte, harde ondergrond en een beetje stof daarboven. Laurens Sweek dus
daar mogen we een kruis over trekken voor deze wereldbekermarge. Maar goed, mooie wedstrijd gereden in Iowa, tweede. Gewonnen in Vegas, het was een geslaagde trip voor hem. Voor de gebroeders Week zelfs. Want zijn broer Dieter is tweede geworden in Vegas. We kijken naar de achtervolgers. Naar Soete, naar Merlier, naar Van Kessel en naar Van Turnhout. Een kwartet, ze kunnen kaarten als ze willen. Al zal er weinig tijd voor zijn voor de kaarten. Dit is ook een lastige afdaling. Dan komt die steile klim omhoog en daar is hij al lang voorbij. Hij draait richting streep. En zij altijd met dat tikje minder power dan Van der Poel. Die nu al aan consolideren kan denken. Hoeft zelfs niet achterom te kijken, ze komen niet. Doet hij dus ook niet. We kunnen een sprong maken. Want eigenlijk verandert er weinig of niks aan het wedstrijdbeeld. We zitten ondertussen in de voorlaatste ronde. Nog altijd Van der Poel vooruit. Nog altijd deze vier. Nog altijd geen Van Aert die komen aansluiten is bij deze achtervolgende groep. We kunnen dus ergens ook wel blij zijn dat we een sprongetje kunnen maken in de wedstrijd. Want het is ronde na ronde hetzelfde beeld geweest. Altijd maar weer Van der Poel. Altijd maar weer deze vier. En komt er hier nog strijd? Dat moet wel natuurlijk. Het podium blijft belangrijk. Het is wereldbeker. En de mannen van Telenet Fidea zullen erop gebrand zijn om voor eigen fabriek, niet voor eigen volk, maar wel eigen fabriek, op het podium te staan. Van der Poel, daar valt nog altijd niks op aan te merken. Alles nog tip-top. Het is overigens een succesweekend voor de Van der Poels. Vrijdag deze dus. Al gewonnen hier op dit parcours in Waterloo, een soort voorafwedstrijd. Men gaat nog eens wisselen voor de zekerheid. Er is alle tijd en ruimte. Hopsakee, en weer weg. Vrijdag dus gewonnen. En dit weekend ook zijn broer gewonnen. In Zwitserland, niet afgereisd naar Amerika. In Ilnau heeft David van der Poel gewonnen. Voor Marcel Wildhaber en Simon Zaner. Er zijn er dus wel een paar die op het vasteland gebleven zijn. Op het oude continent. Ook Lars van Turnhout, zoals u weet. Hij ook al een wedstrijd gewonnen. Maar we zien hem binnenkort wel weer terug. Binnenkort komen de afspraken van bij ons er weer aan. We kijken uit naar Zonhoven. Die komt eraan volgend weekend. We kijken uit naar Gieten, waar vorig jaar Mathieu van der Poel herbegon na de knieproblemen. En er een ongelooflijk spektakel van maakte met Wout van Aert. Zij aan zij, vechtend voor iedere morzel grond. Na Gieten trekken we naar Meulebeke, we trekken naar Ronse vooral. Met de grote prijs Mario de Klerk, dat stilaan een klassieker aan het worden. We komen in oktober ook nog in Kruijbeke, in Zonhoven. Dat is superprestige, met de gekende kuil. En de volgende wereldbekerafspraak, die krijgen we in Kokzijde. Over een klassieker gesproken. De Duin. De Herijgersduin en de Albertduin. Dat is nu al iets om naar uit te kijken. Voorlaatste ronde. Deze man kan straks laatste ronde rustig freewheelen. Niemand in zijn zog. Niemand in de slipstream. Hij is baas boven baas. Daar achterwiel slipt weg. Nee, dat is allemaal onder controle. Is ervoor gedaan. Het is alsof je een rallypiloot ziet driften op gladde ondergrond. Wel, dat is wat Van der Poel hier doet. Maar ook deze jongens, voor plaats 2 blijft mooie prestatie natuurlijk. We mogen dat zeker niet onderschatten. Ook al rijdt er dan vooraan eentje die een klasse sterker is. Knap werk van Daan Soete, knap werk van Kessel, van Merlier, van Michael van Turnhout, die wel redelijk regelmatig aan het seizoen begonnen is. Zesde in Iowa. Na Lars van der Haar en Kevin Pauwels. En Daan Soete, het is de Quinten Hermans van Iowa. Hermans ondertussen teruggevallen, in het begin van de wedstrijd nog helemaal vooraan te vinden. Vrijdag ook niet gereden, Quinten Hermans. Het was te warm. Wilden het risico niet lopen om niet gerecupereerd te geraken tegen vandaag.
Kijk naar dat gemiddelde, 25 km per uur. We moeten soms moeite doen om dat te halen op de vlakke dijk langs de Schelde. Enfin, als de wind tegen zit. Maar die mannen dus draaien keren berg op berg af. 25 per uur. Hier komt Toon Aerts in het gezelschap van Pauwels, in het gezelschap van Aert, in het gezelschap van ook Van der Haar. Dachten we toch. Hier de vier, die kunnen stilaan aan de posities gaan denken, plannetjes uittekenen, hoe gaan we het aanpakken. Hoe rijd ik de mannen hier uit het wiel? Van achter de rug weg, van op kop. Of op een andere linker manier. Snelste man ongetwijfeld Merlier, trek er niet mee naar de sprint of je hebt het zitten, dan legt hij ze erop. Soete komt daarvoor. Gaan Soete. Laat hem maar doen. Merlier aan het wiel. Van Kessel. Ze zitten netjes geschrankt, de Telenet Fidea mannen. Hier dus Pauwels. Ook Toon Aerts. Voelt de hitte. Hij heeft al betere momenten gekend. Was zevende in Iowa. Daar was het warm, maar niet bloedheet. Daar was het 25 graden. Hier is het bloedheet. We zitten boven de 30. Vrijdag was het 35 graden. Nog warmer. Dan krijg je misschien de indruk dat het vandaag nog wel meevalt als je vrijdag gekoerst hebt. We zien nog in de top 10 Quinten Hermans. We zien ook nog altijd Eli Izerbiet in de top 10. Hermans dus zeker niet helemaal weg, maar wel uit dit groepje. De sprint lijkt ingezet. Van ver. Het is nog een eindje, mannen. Het is nog een eindje. Weer de brug. Wordt er daar wat show verkocht? Nee, dat is voor Van der Poel weggelegd. Er zijn geen tijd om aan de show te denken. Er moet gecrossed worden. Vol voor het podium. Merlier is een sluwe. Merlier die rijdt ook sprints op de weg. Dan weet je hoe je moet plaatsen. Daar Van Aert. Er zit nog snee op. Kijk eens. Weg bij Pauwels. Weg bij Toon Aerts. Dat is toch een teken van beterschap bij Wout van Aert. En deze man die toont werkelijk geen teken van verval. Mathieu. Gaat het maximum van de punten behouden. In de stand om de wereldbeker. Gaat er 160 totaliseren. En zoals het er nu naar uitziet, gaat Van Toornhout ook wel wat punten scoren. Die gaat misschien wel tweede worden in de stand. Al is er nog een verschil tussen plaats 2 en 4 natuurlijk. Of 5. We zagen daar Jan Verstraeten snel nog wat meegeven aan Tim Merlier. Kijk, hier het verschil. Heel die lus nog. Hij is ondertussen al boven op Factory Hill. Dit is nogmaals Junkyard Drop. En dan moet je weer aan het klimmen gaan denken en daarna aan het loopwerk. Deze strijd kan wel nog bekoren. Daar de Nederlanders, die weten al lang dat het binnen is. Die hebben de vlag dan maar van stal gehaald. Voilà, Oranje boven en de vlag ook. Wilhelmus en Koning van Oranje en nog meer van dat soort dingen. Hier is het lopen geblazen voor Merlier. Trippel, trippel, trippel. Het is redelijk steil. En gelukkig niet te lang. Enfin, het zal toch tegenvallen in de laatste ronde, vermoed ik. Van Toornhout krijgt dan nog wat water. We hebben dat ook gezien in de materiaalpost. De ploegleiders waren meer dan alleen maar roepers vandaag. Ze hadden ook telkens water in de hand om de renners van wat verkoeling te voorzien. Hij aan de laatste honderden meters bezig. Deze Van der Poel heeft het oppermachtig gedaan. Hoe lang zou het geleden zijn dat er iemand van in de eerste bocht vertrokken is? Dat moet van het Nijs-tijdperk geleden zijn. Enfin, we weten het niet van buiten, dus het zal misschien nog wel eens elders gebeurd zijn, maar toch, het is straf. Eerst de bocht en weg. Eerst 2 meter, dan 3 meter. En gewoon van op kop, niet van achter de rug weg. Niet met een demarrage, gewoon vanwege tempo. Te strak tempo gewoon. Zijn eigen tempo moet zich zelfs niet overdoen om dat tempo te houden.
Dus als hij straks misschien wat minder wordt of wat meer vermoeid of de rest wordt wat beter, dan heeft hij ook nog altijd de demarrage als troef achter de hand, ergens in de laatste ronde. Het kan wel eens een boerenjaar worden voor Van der Poel, als hij tenminste geen ongelukken heeft. Dat wensen we hem uiteraard niet toe. We gaan kijken, we gaan ons verkneukelen aan de strijd voor plaats 2, 3, 4, 5. Laatste keer materiaalzone. Van Aert die moet hier achter ongeveer hangen, achter dit groepje. Daar is Pauwels, die is toch weer tot bij Van Aert geraakt. Ja. Pauwels, de taaie, stilletjes aan toch, op zijn leeftijd. Hij neemt er niet zomaar afscheid van Kevin Pauwels. Die gaat niet als een nieuweling parkeren, zichzelf opblazen. Nee, genoeg kennis van zichzelf. En weer zoetjes aan naar dat wiel van Aert toe. Van der Poel nog een paar keer een bocht, zoals deze bochtjes bijvoorbeeld. De concentratie, één voetje uit het klikpedaal. Laat het wiel maar glijden, laat het maar gaan. En Soete die blijft geweldig doorbeuken. Wat heeft die benen zeg vandaag, Daan Soete. Krijgen ze de rest eraf. En laat Van Kessel misschien een gaatje vallen. Van Kessel nu ondertussen naar de kop. Dus Soete, kan die een gaatje laten vallen? Nee, Merlier heeft dat snel begrepen. En Van Toernout die hangt aan de rekker. Val van Merlier. Ai. Ziet Merlier hier een podiumplaats in de rook opgaan? Nee, sluit daar toch weer aan in het wiel van Van Toernout. Nog niks gebeurd. Maar het zal toch niet makkelijk worden, want deze man is al in de laatste rechte lijn. Dan komen de anderen er ook aan binnen een halve minuut. Dan heb je dus niet veel ruimte meer om op te schuiven. Knap. Sterk. Overmachtig. Oppermachtig. Mathieu van der Poel wint de tweede wereldbekermanche in Waterloo. Met verve. Benieuwd wat dat allemaal nog gaat geven de komende weken en maanden. Hier komt de armada van Nijs. Die gaan toch naar plaatsen 2 en 3 rijden. Merlier is al aan het uitbollen van Toernout. Ja, gaat hij nog een poging ondernemen? Soete, opgelet. Want Van Toernout zit dan nog aan het wiel. Maar ze pakken toch meteen weer een meter op 2-3. Dus 2 en 3 voor Telenet Fidea. Is het Van Kessel of is het toch nog Soete? Die wou er eigenlijk nog graag over. Het is Van Kessel, denk ik, voor Soete. Jawel. Daar komt dan de rest van Toernout. Die wordt de vierde. Merlier schuddebollend over de streep. Die had gedacht van toch nog het podium te grijpen. Dat lukt niet. Pauwels, ja. Die heeft de afscheid genomen van Van Aert. Van Aert dus zevende. Zijn al 7 plaatsen beter dan in Iowa. Maar nog altijd niet wat hij ervan gehoopt had. Vorig jaar won hij alles in Amerika. Nu is het niks. Toon Aert is 8e. We kijken naar Quinten Hermans, de revelatie van Iowa. En dit beeld zegt ook redelijk veel. Hier sprint Meeuwsen nog naar een 10e plaats voor Izerbiet. Kijk eens, uitgeput, uitgeteld. De verzengende hitte die toch zijn tol heeft geëist. Hier komt Chanel, alles uit bij Van Aert. Puffen en blazen. Ja, deugd zal het niet gedaan hebben dat uur en 7 minuten rond hossen en crossen in een temperatuur van 30 graden plus. Hier komt toch nog Boros, de man die gevallen is. Kijk eens aan, dat is toch een redelijke remonte dat hij nog gemaakt heeft. Daar komt dan Baastaans. Ja. Dieter van Toernout is in zicht. Hij komt over de streep. We hebben Wietse Bosmans, de Belgen. Ze zijn daar. En hier komt Lars van der Aar. Die moet nog wel een pakje beter worden.